Dat is een zegen. Van Aert wint. Zweer getrouwheid aan de koning. We wandelen bijna elke dag. Nu dat we er samen worden, we gaan samen dat virus aanpakken. Blijf gezond. Het was een raar jaar voor Pommelien en Maxim. What's up? Hi. Hier in het Sportpaleis zitten geeft een fantastisch gevoel. Omdat, ja, het eerste keer dat wij een podium op waren gegaan, dat was voor het Gala van de Gouden Kazen. Toen mochten wij 30 seconden hier zingen op het podium en dat was zenuwslopend. Dat was echt in de broek pissen. We waren zo bang voor die 30 seconden. Dat was niet normaal. En de winnaar is... Pommelien! Maxim! Live! We hebben, denk ik, 4 awards gekregen. Mochten wij een show doen. Dat was heel goed gestart. Hallo, wij zijn Pommelien en Maxim. Caro en Vince van Like Me. En wij hadden een fantastisch jaar gepland met verschillende optredens in het Sportpaleis en het derde seizoen van onze reeks Like Me. Like Me heeft net 3 extra concerten aangekondigd. Maar ja, dan heeft onze vriendin corona alles een beetje verpest. Want door het virus gaan de concerten van Like Me niet door. Like Me! Het is zo heel geleidelijk gebeurd dat alles werd afgelast. Ja, wij blijven het natuurlijk ook super belangrijk vinden dat we niemand zijn gezondheid in gevaar brengen. En dus wij vinden het absoluut super jammer dat die shows afgelast werden. En nog eens, en nog eens. Maar ja, niemand kan er iets aan doen. We gaan ons moeten aanpassen en het beste ervan moeten maken. En dus zaten ze net als jullie in hun kot. Ja, ik ben echt redelijk zot geworden. Ik heb van alles geprobeerd. Ik ben begonnen met handstanden, gitaar spelen, piano spelen, gezelschapsspelletjes, knutselen, tekenen. Echt alles om de tijd te doden. Ik mis het meeste gewoon het sociaal contact. Daarmee optreden sowieso en de fans zien en gewoon mensen zien. Dat natuurlijk, maar persoonlijk miste ik gewoon ook echt mijn dagdagelijkse contacten dat ik niet dacht dat ik dat zo hard ging missen. Maar Pommelien en Maxim zijn natuurlijk niet de enigen die het lastig hadden, want ook de shows van Catnet Musical werden afgelast. En nu? Is er nog een vervolg aan Catnet Musical? Gaan we nog de shows mogen spelen? Ook geen Rock Werchter of andere festivals dit jaar. Het Songfestival mag eerst wel nog doorgaan en dan weer niet. Bij Hooverphonic, de Belgische inzending, blijven ze gewoon rustig liedjes schrijven. Ik heb er op dit moment, als ik eerlijk ben, meer dan 20. Uiteindelijk wordt het Songfestival een online show en hij wordt gewonnen door IJsland. Met een super catchy nummer en een catchy dansje. Ik zou geen dag kunnen bedenken zonder dat ik acteer of zing of een instrument speel. En nu ook dansen met Like Me. Maar nee, dus, ja. Ze lacht, maar ik ben heel serieus. Ik vind het heel leuk. En, ik zou echt, ja, het zou geen leven zijn zonder cultuur van mij, echt waar. De cast van Like Me leest dan maar luisterboeken in. Met een beteuterde blik keken Alexandra en Roxanne hoe de twee boezemvriendinnen arm in arm voorbij stapten. Pommelien stort zich tijdens de lockdown ook op de muziek en brengt haar eerste eigen nummer uit. Zo heb ik bijvoorbeeld wel een duet kunnen uitbrengen met Jaap Reesema. Ik weet het is te laat als ik zeg dat ik nu raad, maar ik zie nu wat ik mis. En ik hoop dat ook veel mensen bijvoorbeeld de single al een beetje fijne afleiding hebben gehad. Nee, zeker. Zeker? Ik wel. Yes. Gelukkig zijn er ook nog wel andere toffe dingen gebeurd. Jerusalemma wordt een ferme hit. En ook zonder festivals worden er dikke beats gedraaid. Ja,
er waren ongelooflijk veel coole online oplossingen. Ik ben er echt van verstoten. Een van de strafste stoten online is misschien wel het online concert van BTS. De Zuid-Koreanen braken alle records op YouTube. BTS werd echt nog populairder dit jaar. En Pommelien en Maxime, die zijn natuurlijk super populair bij ons, maar ze blijven toch met hun twee voeten op de grond. Ik zou absoluut niet graag wereldberoemd zijn. Nee, ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik kan dat niet jammer vinden dat ik bekend ben, of een beetje bekender ben. Maar zoals BTS, dat zou ik misschien een beetje overdreven. Komt dat derde seizoen van Like Me er nu nog, of niet? Ja, ons derde seizoen komt er absoluut. Wat er ook gebeurt, we gaan dat er maken. Ja. Het is dus veel later wel dan verwacht, maar we gaan zorgen dat het er komt. Volgend jaar 2021 hoop ik dat wij hier in Sportpaleis, al onze shows van Like Me mogen doen. Dat is mijn allergrootste wens, echt waar. Voor dit jaar is dat echt mijn droom. Merci om te kijken naar de video. We hebben er nog veel meer, dus vergeet niet te liken en abonneren op ons kanaal, hè.